Bomenkap Almere onder vergrootglas. Protest tegen verandering afvalinzameling. 10 jaar onduidelijkheid over dood Cassandra. Goedenavond. De Omgevingsdienst onderzoekt of de gemeente Almere zich wel aan de regels houdt bij het kappen van bomen in het broedseizoen. Aanleiding daarvoor is een melding vanmorgen van Philippe van Tiel van watersportbedrijf Haddock. Van Tiel, hier bellend met zijn advocaat, constateerde vanochtend dat er in de buurt van zijn bedrijf bomen in het broedseizoen worden gekapt. Hij is op de hoogte van de regels omdat hij ook de kap op het nabijgelegen eiland Utopia wil tegenhouden. Als je bomen kapt, dan moeten ze solitair staan. Staan ze niet solitair en ze leveren gevaren, zou het evenwel mogen. Moet er een ecoloog bij zijn die kijkt of daar vogels broeden. En dat was er niet bij vanmorgen. Het was geen ecoloog? Nee. De Omgevingsdienst heeft de melding in behandeling genomen. Bij een overtreding kan de gemeente Almere een boete krijgen. Die laat in een reactie weten dat de bomen bij de ingang van de jachthaven Haddock worden gekapt conform alle wettelijke richtlijnen. De kap zou al een paar weken geleden aangekondigd zijn bij Van Tiel. Voordat de bomen vanochtend werden geveld, heeft een gecertificeerde aannemer vastgesteld dat er geen vogelnesten in die bomen zaten. De bomen op het nabijgelegen eiland Utopia in het Weerwater worden daarentegen voorlopig niet omgezaagd. Die kap is uitgesteld na vragen van de PVV. Die twijfelt of de zogeheten essentaksterfte wel de werkelijke reden is voor de kap. De bomen zouden volgens Toon van Dijk van de PVV moeten wijken voor het aan de Floriade gelieerde festival Grow. De wethouder heeft vandaag aangegeven dat er 150 bomen gekapt moeten worden om ruimte te maken voor dat festival. Dus het is de Floriade Mafia en voor de Floriade Mafia moet alles wijken in Almere. Ik vind dat je zo niet met elkaar moet praten. Ik ben geen mafioos. Ik ben alleen maar voor de Floriade. Ja, want meneer Van Dijk zegt van de manier waarop de gemeente optreedt is echt een bewijs dat dit allemaal te maken heeft met die Floriade. Het is absoluut niet waar dat onze actie op het Utopia-eiland iets te maken heeft met de wens om te kappen voor de Floriade. Niet waar. Blijf van onze prullenbakken af. Dat is de boodschap die zo'n 100 bewoners van de Sieradenbuurt in Almere hebben. Ze zien niks in een plan van de gemeente om de afvalinzameling te veranderen. Nou, kijk, we hebben het hier hartstikke mooi voor elkaar. We zitten niet tegen plastic bakken aan te kijken. We hebben hier de bak voor het plastic, daar mag tegenwoordig heel veel meer in. En hier hebben we de duo bak en dan heb je dus twee bakken. Hier voor bio en restafval achter. Dat tussenschot in de duo bak verdwijnt als het aan de gemeente ligt. Restafval moet dan naar ondergrondse inzamelpunten. Of er komt een kleinere container aan huis bij, die slechts 1 keer per maand geleegd wordt. Dat alles moet ervoor zorgen dat afval beter gescheiden wordt. Ja, dat doen we hier echt al heel erg goed. En wij vragen ons af of dat wel het uiteindelijke doel is van de gemeente. Want nu met de duobak kun je het restafval niet wegen. En als je een aparte bak hebt, dan kun je dat gaan wegen. En dan weet je ook hoeveel mensen weggooien en daar kun je ze ook voor laten betalen. En met ondergronds containers kun je een passysteem invoeren en dan kun je ook mensen laten betalen. Daar zijn we bang voor en daar wordt niks over gecommuniceerd. Betalen per kilo hoeft niet eens een probleem te zijn, zeggen de bewoners. Maar dan willen ze wel eerst duidelijkheid daarover. Daarom willen we nu dit initiatief even stopzetten. We willen weten wat is het doel hiervan. En dan van daaruit kun je verder gaan kijken met de gemeente. De petitie wordt binnenkort aangeboden aan de wethouder. Komend weekend zijn er weer ingrijpende werkzaamheden rond Almere en moeten automobilisten rekening houden met extra reistijd oplopend tot 1 uur. Zo gaat vanavond 9 uur de A1 tussen Diemen en Muidenberg in de richting van Almere en Amersfoort helemaal dicht. Verkeer moet omrijden via de A10 en A2 richting Utrecht en vervolgens over de A27. De afsluiting duurt tot maandagochtend 5 uur. Ook de verbindingsboog van de A6 vanuit Almere naar de A1 richting Amersfoort gaat vanavond dicht. Die afsluiting duurt tot begin april. Verkeer moet tot die tijd omrijden over de A27 richting Utrecht. De rechtbank in Lelystad heeft een Almeerder veroordeeld tot 6,5 jaar celstraf voor poging tot doodslag. Hij stak zijn ex-vriendin vorig jaar januari in Lelystad meerdere keren in haar hals en nek. Ze raakte levensgevaarlijk gewond en lag een week op de intensive care. Haar 4-jarige zoontje zag hoe zijn stiefvader zijn moeder neerstak en daarna zichzelf ook verwondde met het mes. Het Openbaar Ministerie eiste eerder 8 jaar celstraf.
Zowel de politie als de nabestaanden van de Almeerse Cassandra van Schaik hebben goede hoop dat het mysterie rond haar dood toch nog wordt opgehelderd. 10 jaar geleden werd de tiener dood aangetroffen in de Noorderplassen. En tot op de dag van vandaag wordt er naar antwoorden gezocht. In de nacht van 23 op 24 maart 2007 verdween de toen 17-jarige Cassandra. Haar lichaam werd 3 weken later gevonden in de Noorderplassen bij Almere Stad. Voor haar nabestaanden is de voortdurende onzekerheid een grote last. Dit zijn wel momenten waar je het moeilijk mee hebt nu. Omdat het natuurlijk 10 jaar geleden is. En dat je er nog steeds op dit soort momenten er extra aan herinnerd wordt dat ze er niet meer is. Ja, dat doet gewoon veel pijn. Alle politieonderzoeken van de afgelopen 10 jaar ten spijt is het verlossende antwoord wat er zich in de laatste uren van Cassandra's leven heeft afgespeeld nog steeds niet gevonden. Nou, ik ga er gewoon eerlijk in zijn, het is niet dagelijks werken, want we hebben ook eigenlijk geen informatie meer om te onderzoeken. Maar het is nog wel steeds zo dat er af en toe een tip binnenkomt, soms heel hoopvol. Andere keer is het wat minder hoopvol, maar we lopen ze allemaal uit. Maar helaas nog steeds niet met het hoopvolle oplossing, zeg maar. Steeds krijgen we niet de juiste tip of het antwoord wat we willen horen, ondanks de aandacht die eraan besteed wordt. Ja, dat doet ons wel veel verdriet dat we dit nog steeds niet weten. De belangrijkste informatie zou kunnen komen van 2 mannen die in die nacht samen met Cassandra zijn vertrokken vanaf het stationsplein. Wat een gegeven is dat deze 2 mensen Cassandra voor het laatst levend hebben gezien, loopt ze in de duisternis met hen weg en dan stopt het spoor. En later, 3 weken later, was ze dood aangetroffen in de Noorderplassen. Ja, dan vind ik wel dat deze mensen, los van hun rol, ze zijn zeker geen verdachte op dit moment, maar wie zijn zij? Dat willen wij wel heel graag weten. Net als de politie denkt ook de familie van Schaik dat de mysterieuze dood van Cassandra ooit opgelost zal worden. Ja, dat zou je haast wel denken, want mensen moeten toch een soort schuldgevoel met zich meedragen. En dit kun je volgens mij niet eeuwig voor je houden. Dus wij geven de hoop zelf nooit op. Maar je gaat ervan uit dat ooit het antwoord zal komen? Ja, daar zijn we wel van overtuigd. In het PJ Oudpark in Almere is een borstbeeld onthuld van de Salvadoriaanse bisschop Oscar Romero. Het beeld is geschonken door de stichting El Salvador uit dankbaarheid voor de gastvrijheid van Nederland en Almere. Precies 37 jaar geleden werd bisschop Oscar Romero vermoord in El Salvador. Het land verkeerde in een burgeroorlog. Militairen hadden de macht en vakbondsmensen werden gevangen gezet. Waaronder Don Alfredo Hernandez. In de gevangenis kreeg hij bezoek van 4 Nederlandse Icon-journalisten. Ze wilden weten de waarheid over de burgeroorlog. Maar ze hebben ontdekt dat de regering was heel verantwoordelijk voor de leven van de rechte mensen schenden. De 4 journalisten hebben het verhaal van Hernandez niet kunnen vertellen. Zij werden vermoord. De verontwaardiging over hun dood was groot in Nederland. Daarop bezocht een Nederlandse ambassadeur de gevangenis. Hij bood Hernandez en zijn collega's aan om naar Nederland te komen. De Salvadorianen konden een nieuw leven opbouwen in Almere. Nu, tientallen jaren later, is er het beeld van de man die steun bood in de moeilijke tijd in de burgeroorlog. Deze man die stond op voor zij, journalisten, studenten, docenten, die allemaal gewoon van straat werden opgepakt, waar sommigen van verdwenen zijn, anderen gewoon vermoord zijn. En hij werd zelf ook vermoord, terwijl hij gewoon een dienst gaf in zijn kerk. Wij zijn dankbaar aan de Nederlandse bevolking en de Nederlandse regering. Hij heeft ons leven gered. Omroep Flevoland maakt een serie over het verhaal van El Salvador in Almere. De serie is vanaf 1 mei te zien. Wat kost het wanneer we stoppen met de plannen voor de Floriade? Op die vraag willen de Almeerse oppositiepartijen PVV, SP en AP-OPA antwoord. Het probleem is alleen dat een meerderheid van de raad zo'n onderzoek niet nodig vindt. Almere is al jaren druk met de tuinbouwtentoonstelling die in 2022 in de stad wordt gehouden. De voorbereiding kost tijd, energie en geld. We kunnen nu al ervan uitgaan dat de wethouder op enig moment in het aankomende jaar
naar de raad toe zal komen met een vraag of hij meer geld mag besteden aan de Floriade. En op dat moment denk ik dat het belangrijk is dat je ook de afweging kunt maken van nou, wat kost het dan als we stoppen met de Floriade? De partijen die het onderzoek willen staan zelf kritisch tegenover de Floriade. De PVV is zelfs ronduit tegen. Maar de coalitiepartijen zijn juist voorstander van het evenement. Zij vinden een onderzoek naar stoppen met de Floriade daarom onnodig. Kennelijk willen de coalitiepartijen geen enkele kritiek horen op de Floriade. De VVD heeft zelfs al gezegd, het maakt ons niet uit hoeveel miljoen het kost. Het moet doorgaan. Ja, dat is echt met de oogkleppen op naar de afgrond razen. Ondanks het pleidooi van Van Dijk wil een meerderheid van de gemeenteraad geen onderzoek. De oppositiepartijen gaan daarom zelf uitzoeken wat het kost om met de Floriade te stoppen. Dit gaat de fracties naar verwachting enkele tienduizenden euro's kosten. En dat was het nieuws. En gelijk ook het laatste nieuws vanuit deze studio. Want wij gaan het helemaal anders doen. Vanaf 27 maart, dus aankomende maandag, presenteert Omroep Flevoland het nieuws vanuit een gloednieuwe studio. En dat gaan we doen zonder autocue. Oh, dan hebben we die niet meer nodig. Het wordt allemaal wat losser. We krijgen een geheel nieuw nieuwsprogramma vanaf volgende week maandag in een nieuwe setting. We kunnen hier gasten ontvangen, verslaggevers, we gaan sport doen, achtergronden, alles vanuit dit gloednieuwe decor waar met man en macht aan gewerkt is de afgelopen weken. Dus vanaf volgende week maandag, dit is Flevoland. MUZIEK